mensen, welkom hier op Amsterdam. Ik ben Ruben van IBN. En je ziet daar mensen erachter. Het is heel lang geleden, maar ik ben terug op Amsterdam, IBN. Dus we gaan mensen proberen te interviewen. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in muziek, kunt u naar Amsterdam Centraal komen. Er zijn veel pianospelers, er zijn veel zangeressen, zangers. En ja, vooral Ruben, hij kan heel veel liedjes spelen. Hij is een goede pianist. Ja, toch? Jij kan ook spelen, toch? Ruben à la minute, ik ben à la hour. Ik kan ook spelen, ja. Ik speel een beetje, je weet zelf. Beetje. Maar waarom heb je nog net met mij opgetreden? Kun je liedjes spelen? Kun je liedjes spelen? Ik speel in mijn eigen nummers. Ja. Wat voor liedjes zing jij dan? Ed Sheeran, Sam Smith, Lana Del Rey, Rihanna, Beyoncé. Weet je dat ik met hun allemaal in de klas heb gezeten? Ja, ik ook. En ik mag niet. Ik heb met Chris Brown in de klas gezeten en hij gaat later met me trouwen, oké? Ik mag niet. Ik mag. En vooral Justin Bieber, hij gaat ook met me trouwen. Ik mag niet hun liedjes spelen, dat weet je toch wel nog? Dat ik niet hun liedjes mag spelen in de klas? Ja, copyright toch? Vandaar. Alles goed, weet je? Alles goed, man. Hoe heet je? Teun. Teun van, hoe heet je achternaam? Kan u beroemd worden, hè? Teun Grondman? Yeah. Hoe? Teun Grondman. Waarom wil je dat weten? Even zoeken, hè? Oh, nice, man. Doorspelen, man. Ik ben pianist. Pianist. Hallo. Hi. Ik ken jou. Ik ken jou ook. Hi. Hoe gaat het? Gaat lekker met jou ook. Ook goed. En hoe vaak kom je op Amsterdam? Hoe vaak? Nou, ik ben sowieso 3 dagen in de week in Amsterdam voor mijn stage. En dan 's avonds ben ik hier. Dus sowieso 3 dagen en af en toe vaker. Waar hou je van? Ik bedoel, hobby's of... Ja, gewoon qua muziek. Oh nee, deze ken ik niet. Voor alles wel. Nou ja, grote fan van Beyoncé natuurlijk. Ja, moet wel. Dat is een grote Beyoncé fan. Gotta love Beyoncé, Queen Bee. Ja. En volgens mij, je bent ook een entertainer, geloof ik. Ja, je kent me. Ja, ik ben wel degene die hier een beetje druk loopt te doen, springen, publiek mee willen krijgen. Het is meer dan alleen maar zingen, het is gewoon entertainen. En dans je ook? Ik heb heel lang gedanst. Nu dans ik maar een beetje voor Jan Lul. Gewoon YOLO. Gewoon YOLO, dat is gewoon het motto. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Purmerend, of bedoel je mijn afkomst? Gewoon afkomst. Ik ben Marokkaans, helemaal 100%. Ik weet dat ik er niet op lijk, maar het is wel zo. En wat vind je van de sfeer, Amsterdam? Geweldig, en ik moet zeggen dat hij ook geweldig is. Dat mag ook gezegd worden. Want echt serieus, als ik een pianist heb met wie ik echt graag wil zingen, dan ben jij het. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En kom je ook op andere stations? Niet heel veel. Ik heb gehoord dat we binnenkort naar Utrecht gaan. Ja, 29 december. Jam sessie. Ja, dus dan ben ik in Utrecht te vinden. Maar voor de rest ben ik alleen in Amsterdam. Amsterdam is mijn stad, hè? Ja, is goed. Doeg, bedankt voor de interview. Geen dank, hè. Joe. Ja, tot ziens. Hoe heet jij? Rebecca Strong. Rebecca, ik vind dat je heel erg mooi piano hebt gespeeld. Iedereen heeft van je spel genoten. Wanneer heb jij leren spelen? Sorry? Wanneer heb jij leren spelen? Ik heb ergens, volgens mij toen ik 17 was, 2 jaar les gehad ergens. Maar 2 jaar les en dan zo mooi spelen. Ik hoorde ook dat je goed kon zingen. Wanneer leerde jij zingen? Ik kon altijd zingen, maar ik heb zangles gehad toen ik 12 was, vanaf 12. Jij zingt vanaf je 12e jaar, dat doe je hartstikke goed, zo heb je jezelf bewezen. Wat voor liedjes oefen jij graag als jij piano oefent? Piano, ik hou van Neo Soul, dus Erykah Badu, Jill Scott, die dingen. Erykah Badu en wie nog meer? Jill Scott. Jill Scott, wie is dat? Jill Scott is de queen of Neo Soul. Zoek maar op, zoek maar op. Oké, wij gaan opzoeken wie Yvra Scott is en we gaan jou van harte bedanken met jouw spel en we wensen je welkom om nog een keer hier te spelen. Dankjewel, dankjewel.